Hallo iedereen, vandaag gaan we een deck bespreken voor een expanded format, de Yancey EX. We beginnen met 3-mal Herald. 3-mal Kirlia. En 3-mal Halivar. We gebruiken Halivar voor een ability, Bright Heal. Once during your turn, before you attack, you may heal 20 damage from each of your Pokémon. Dan gaan we over naar 3-mal DMC. Zijn ability is Sparkle Vial. As long as this Pokémon is your active Pokémon, any damage done to your Pokémon by your opponent's attack is reduced by 30. Dan heb je zijn aanval nog voor 1 fairy energy en 2 kleurloze. If there is any stadium card in play, this attack does 50 more damage. Dus als er een stadium card in spel is, geeft 50 meer damage. Dus doet het in totaal 110 damage. Dan spelen we ook nog 2-mal Shaymin. Shaymin spelen we voor zijn ability setup. When you play this Pokémon from your hand onto your bench, you may draw cards until you have 6 cards in your hand. En dan gaan we over naar de itemkaarten. We spelen 1-mal Superrot. Shuffle 3 in any combination of Pokémon and basic energy cards from your display into your deck. Dus je mag 3 kaarten in elke combinatie ook van Pokémon's en basic energies terug in je deck schilderen. Dan hebben we nog 2-mal Muscle Band. The attacks of the Pokémon this card is attached to do 20 more damage to your opponent's active Pokémon. Dus deze heeft 20 meer aanval. Dan gaan we naar 2-mal Max Elixir. Look at the top 6 cards of your deck and attach a basic energy card you find there to a basic Pokémon on your bench. Shuffle the other cards back in your deck. Dus bij deze mag je de top 6 kaarten van je deck zien. Als je 1 basic energy vindt, mag je aan een bank Pokémon hangen. Dan spelen we nog 3-mal Fairy Drop. Heal 50 damage from one of your Pokémon that has a fairy energy attack to it. Dan hebben we nog 2-mal Horsharm. Any damage done to this Pokémon, this card is attached to by an opponent's attack, is reduced by 20. Dus so deze kaart had er 20 schade minder door. Dan hebben we nog 3-mal Level Ball. Search your deck for a Pokémon with 90 HP or less, reveal it and put them into your hand. Shuffle your deck afterwards. Dan spelen we nog 4-mal Ultra Ball. Discard 2 cards from your hand. Search your deck for a Pokémon, reveal it and put it into your hand. Shuffle your deck afterwards. Deze kaart zoek je dan een Diancie EX of een Shaymin EX vanuit je deck. En met de Level Ball zoek je een Herald of een Kirlia. Dan gaan we over naar 2-mal V-Seeker. Put the supporter card from your discard pile into your hand. Deze kaart kun je dus een Sycamore of een N terug uit je dispel nemen en in je hand steken om opnieuw te spelen. Dan speel je nog 1-mal Town Map. Turn all of your prize cards face up. Dus deze kaart mag je al je prijskaarten omdraaien zodat je kunt zien welke kaarten er geprijsd liggen. Dan gaan we nu over naar de supporterkaarten. We spelen maar 2 keer Professor Sycamore. Discard your hand and draw 7 cards. Dan spelen we ook nog 2-mal AZ. Put one of your Pokémon into your hand. Discard all cards attached to that Pokémon.
Bij deze mag je Pokémon terug in je hand nemen en de energies en toolkaarten moet je discarden. Dan spelen we nog 4x M. Each player shuffle his or her hand in his or her deck. Then each player draws a card for each of his or her remaining prize cards. Dus bij deze kaart moet je je hand in je deck schudden. En dan mag je evenveel kaarten nemen als prijzenkaart je nog moet nemen. Dan spelen we nog 1 Lysander. Switch one of your opponent's bench Pokémon with his or her active Pokémon. Door deze kaart mag je kiezen welke bank Pokémon de actieve Pokémon wordt van je tegenstander. En dan spelen we nog 1x Skyla. Search your deck for a trainer card, reveal it and put it in your hand. Shuffle your deck afterwards. Deze kaart mag je een trainerkaart uit je deck halen. Dan gaan we over naar de stadiumkaarten. We spelen 4x Fairy Garden. Each Pokémon that has any fairy energy attached to it has no retreat costs. Dus met deze stadiumkaart heeft elke Pokémon met een fairy energy geen retreat costs. Dan spelen we nog 8x Fairy Energy. En nog 4x Dubbel Colorless Energy. Voilà mensen, dat was het dan. Onze Dianse EX met zijn partner Hardevoir. Laat zeker iets weten in de reacties wat jullie vinden van deze deck. En je mag ook altijd suggesties geven welke deck we de volgende keer moeten bouwen. Dus geef alvast een dikke like, abonneer en we zien elkaar de volgende keer weer. Doei!